Blijf bouwen. Ga aan de slag en blijf bouwen. Geef niet op, wees sterk en moedig. Houd vol en blijf bouwen. Dat is de boodschap van de profeet Haggai in zijn tweede profetie. Haggai 2, vers 4. Hou vol Zerubabel, spreekt de Heer. Hou vol Joshua, zoon van Jozadak en hoge priester... En jullie alle bewoners van dit land, hou vol, spreekt de Heer. En werk door. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de Hemelse Machten. Wauw, wat een woord van bemoediging. Zeven weken hiervoor had het volk van Hagi zijn eerste profetie ontvangen uit Hagi hoofdstuk 1, een pittige boodschap. Zoals wij als gemeente die ook hebben ontvangen de afgelopen twee weken. Een pittige boodschap van bekering in Hagia hoofdstuk 1. Waar ligt jullie prioriteit? Bij jezelf of bij God? Bij je eigen huis of bij Gods huis? Nou, ze hebben deze boodschap te harte genomen en ze zijn aan de slag gegaan en ze zijn begonnen met de herbouw van de tempel. En nu in Hagie, hoofdstuk 2 zijn we een paar weken verder. En er ligt een gevaarlijke vijand op de loer. Een vijand die ervoor kan zorgen dat het bouwproject weer stopt. Een vijand die ervoor kan zorgen dat het volk het opgeeft en niet weer opnieuw begint. Het is geen vijandelijk leger. Het is geen vijand van buitenaf, maar van binnenuit. De strijd bevindt zich in hun denken. En de naam van deze vijand is ontmoediging. Ontmoediging. Een van de belangrijkste instrumenten in de handen van Satan. Wanneer het volk van God gestopt moet worden. Wanneer het volk van God het moet opgeven. Denk aan het volk bij de ingang van het beloofde land. Ze worden bevrijd uit Egypte, verbondsluiting op de Sinaï, achter die kolom aan die wolle kolom En ze staan aan de ingang van het beloofde land. En ze gaan niet naar binnen. En een generatie mist haar hele bestemming. Waarom gaan ze niet? Ze laten zich ontmoedigen door de tien verkenners. De vijand is te groot. Wij zijn te klein. Dit gaat ons niet lukken. Laten we het. Niet proberen. Laten we het opgeven. En nu staat er weer zo'n belangrijk project op de agenda van God: de herbouw van de tempel. En opnieuw brengt de vijand ontmoediging naar de frontlinie. Dus God brengt ook iemand naar de frontlinie. Iemand in de geest van de twee verkenners. Iemand in de geest van Jozua, namelijk de profeet Haggai, met een boodschap van ...bemoediging. Haggai 2. Ik begin in vers 1, de biemer vanaf vers 2. Op de 21ste dag van de zevende maand sprak de Heer... ...opnieuw bij monden van de profeet Haggi en hij droeg hem op. Zeg tegen Sirubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda... ...en tegen Jozua, zoon van Jozedak en hoge priester... ...en tegen wie er van het volk nog over zijn... ...wie van jullie heeft deze tempel... Nog in zijn vroegere luister gezien. En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Tot zover. God ziet ontmoediging aan het werk onder zijn volk. Ze kijken naar hun bouwproject en ze denken: het is niks. Het is waardeloos. Het is niks en het wordt ook niks. Ontmoediging heeft een ingang gevonden in hun denken. Deze tweede profetie ontvangt Hagi in maand 7, in de zevende maand van hun kalender, tijdens het loofhuttenfeest. En deze timing kiest God niet voor niets. Want het loofhuttenfeest confronteert hen met alles wat ze niet zijn, met wat er nog niet is, wat ze niet kunnen, wat ze niet hebben. Het Loofhuttenfeest is een feest waarbij ze optrekken naar Jeruzalem, naar de tempel, tenminste, die je moet komen. Maar ze komen daar en er is alleen nog dat fundament. Ze zijn pas vier weken bezig, heel veel meer zal er niet zijn. En ze worden geconfronteerd met weinig resultaten en nog een hoop om te doen. En het Loofhuttenfeest is ook een feest van de oogst, waarin je dankt voor de laatste oogst. Maar we hebben het vorige week gehoord, Hagi 1, de vorige oogsten zijn mislukt, waren niet goed. Een oogstfeest na een mislukte oogst. En ze worden geconfronteerd met tekort, met datgene wat ze niet hebben. En het Loofhuttenfeest is ook een feest waarop ze allemaal weer bij elkaar zijn. Ze gaan allemaal weer naar Jeruzalem, ze gaan allemaal naar de tempel, naar die plek waar de tempel moet komen. En ze, ze komen allemaal weer bij elkaar als volkje en opnieuw worden ze geconfronteerd met wie er niet zijn met hoe weinig ze eigenlijk relatief gezien maar zijn met diegenen die zijn achtergebleven dat niet iedereen is meegekomen. En het loofhutfeest is ook een feest waarbij ze terugdenken aan vroeger aan de tijd in de woestijn toen ze tenminste die tabernakel nog hadden. Vroeger was alles beter. Het is een tijd waarin ze terugdenken aan vroeger. En ze staan hier in maand 7. En als je daar al staat op de plek van waar die tempel vroeger stond. dan is de verleiding groot om terug te denken aan die andere maand 7. Van de inwijding van de Tempel van Salomo. En onwillekeurig denken ze terug aan de Tempel van Salomo. Vroeger was alles veel beter. En ze vergelijken de Tempel van Salomo in al zijn luister. Met hun bouwproject, met hun funderingkje plus vier weken werk, veel zal het nog niet zijn geweest. En het confronteert hen met alles wat er nog niet is. En het loofhuttefeest confronteert hen met alles wat ze niet zijn, met wat ze niet hebben. En ontmoediging vindt een ingang in hun denken. Onze tempel zal nooit zo mooi worden als de tempel van Salomo. Deze tempel wordt niks. Deze tempel is waardeloos, staat er. Het kan niks worden. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien en hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Wat leidt hen tot deze conclusie? Wat brengt hen? Bij deze ontmoedigende conclusie, dat ze focussen op zichzelf. Wie zij zijn, wat zij hebben, wat zij kunnen. Of beter gezegd, wie ze niet zijn, wat ze niet kunnen en wat ze niet hebben. En dat leidt hen tot de conclusie, deze tempel wordt niks. En de deur voor ontmoediging staat wagenwijd open. God geeft Hagi een tweede profetie. Een profetie, een boodschap van bemoediging voor een ontmoedigd volk. Ontmoediging komt binnen via het horen en via het zien. En in het geval van het volk hier, vooral via het zien. En daarom laat God het volk in deze profetie op een andere manier kijken. Hij laat hen anders kijken naar wie zij zijn. Hij laat hen anders kijken naar wie God is. Hij laat hen anders kijken naar wat ze hebben. Hij laat hen anders kijken naar het verleden en hij laat hen anders kijken naar de toekomst. En hij begint om hen opnieuw en anders te laten kijken naar zichzelf. Vers 2. Zegt tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda en tegen Jozua, zoon van Jozedak en hoge priester. En tegen wie er van het volk nog over zijn. Hoe spreekt God hen aan? Hier staat een belangrijk woord, lees er niet overheen. God spreekt hen aan met het overblijfsel, met de rest. Hebreeuws, Sheerit. Scheriet, een belangrijk woord in het Oude Testament. Belangrijk thema in de profetieën van de grote oude profeten. Jezaja, Jeremia. Profetieën die volstaan met beloftes voor en over de Shearit. De rest. Het overblijfsel. En God identificeert hen. Jullie zijn niet zomaar een samengeraapt klein groepje mensen. Jullie zijn deze Shearit, Jullie zijn de rest. Jullie zijn dit overblijfsel. De focus ligt niet op jullie. Op wie jullie niet zijn of wat je niet kunt of wat je niet hebt. Bij de rest ligt de focus op wat God kan en zal doen. Op de belofte van God uit de profetieën. De rest is altijd in de profetieën een nieuw begin met de blik vooruit vol hoop en verwachting. Wat hebben de vorige twee preken in je wakker gemaakt? Wat hebben de preken van de afgelopen twee zondagen met jou gedaan? Zodra het volk van God zegt: "Lord, do it again." Ik ben beschikbaar. Geen ja maar's. Ik ben beschikbaar. Zodra een gemeente, zodra het volk van God dat zegt: "Komt ontmoediging naar de frontlinie." om jou te laten focussen op jezelf. Wie je niet bent, wat je niet kunt en wat je niet hebt om je te ontmoedigen. Om je te laten opgeven. Dat je toch maar niet in beweging komt. Wij verlangen als Jozua als gemeente. Lord, do it again. En als wij als gemeente dat verlangen uitspreken. Komt ontmoediging naar de frontlinie om ons te focussen op onszelf ja maar ja maar ja maar je leeft in tijden van secularisatie van kerkverlating de kerk in Nederland is kleiner dan ooit ja maar je hebt een seizoen van covid achter de rug en je zult mensen kwijtgeraakt zijn en niet iedereen zal meegekomen zijn en niet iedereen zal aangehaakt zijn en je bent met veel minder mensen dan vroeger en je hebt niet genoeg mensen en je hebt niet genoeg geld. Ontmoediging focust ons op onze tekorten. En je tekorten voorzien je altijd van een nieuwe ja maar. Zodat je opgeeft. Zodat je toch maar niet in beweging komt. Laat God vanmorgen je focus bijstellen door de profeet Haggai. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om wie jij bent. Het gaat niet om wie wij als gemeente zijn. Ons gebed is niet, Lord, I will do it again. Ons gebed is, Lord, will You do it again? God laat een anders kijken ook naar Hemzelf. Werk door. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse. Machten. Werk door. Blijf bouwen. Ja, de omstandigheden zijn niet goed, maar blijf bouwen. Ja, de oogst is mislukt, maar blijf bouwen. Ja, er is nog niet veel resultaat, maar blijf bouwen. Ja, jullie hebben dit al eerder geprobeerd, 16 jaar geleden, en toen ben je ook gestopt, maar blijf bouwen. Ja, er moet nog ontzettend veel werk verzet worden, maar blijf bouwen. Waarom gaat het lukken? Waarom gaan jullie slagen? Ik ben bij jullie, Heer, u bent altijd bij ons, voor mij, achter mij, om ons heen. Kijk niet naar jezelf, kijk niet naar je omstandigheden, dan ga je kopje onder. Focus je niet op jezelf, focus je op mij. En wie ben ik? De Heer van de hemelse machten. Ach, klein boekje, twee hoofdstukken maar, maar twaalf keer maakt God zich in dit boek bekend als de Heer van de hemelse machten. Zes keer in deze korte tweede profetie van Haggai. Ik ben de Heer van de hemelse machten. Jehovah Tsefot. De Heer van het hemelse leger. De Heer de herscharen. Koning van hemel en aarde. Aanvoerder van engelen. Duizend maal duizenden. Tienduizenden maal tienduizenden. Miljoenen, tientallen miljoenen engelen staan tot zijn beschikking. Dat is wie ik ben. En ik ben met jou Kort uitstapje naar Daaf en Goliath, bekend verhaal 1 Samuel 17. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Zien. Zien jullie die man daar? zeiden ze tegen elkaar. Ze ontmoedigen elkaar. Zie je hoe groot de vijand is? En ze ontmoedigen elkaar en ze ontmoedigen ook David, die aan de frontlinie verschijnt. Hij wordt ontmoedigd door. Zijn oudste broer, hij wordt ontmoedigd door koning Sal, hij wordt ontmoedigd door Goliath. Wat zegt zijn oudste broer: Moet jij niet in de woestijn op die paar schapen van je passen? Hij wordt ontmoedigd door koning Sal. Wat zegt koning Sal letterlijk tegen David? Jij bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Je kunt het niet. Het gaat je niet lukken. Wat zegt Goliath? Kom maar op, ik voer je aan de hyena's en de aasgieren. Je bent niet genoeg, je hebt niet genoeg en je kunt niet genoeg. En David laat zich niet ontmoedigen. Waar haalt David zijn moed vandaan? Luister wat David zegt tegen Goliath. Jij komt naar me toe. Met alles wat je bent, kunt en hebt. Goliath, jij komt naar me toe met je zwaard, met je werpspies. Maar ik kom naar jou toe in de naam van de Heer van de legermachten. Jehovah Zevehoot, begin maar vast met rennen, want ik ga jou verslaan. Volk van God, kijk naar hem en blijf bouwen. Blijf bouwen, blijf bouwen, blijf bouwen. Blijf bouwen. Blijf bouwen in je huwelijk. Blijf bouwen in je bediening. Blijf bouwen in je relatie met Hem. Kijk naar Hem. Hij is bij jou, de Heer van de hemelse legers. God laat hen ook anders kijken naar het verleden. Werk door. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. En dan vers 5. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Ik lees ook even de herziende staatsvertaling voor de meer letterlijke vertaling. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. En dan volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot: toen u uit Egypte vertrok, en mijn geest die in uw midden stond. God laat hen kijken naar het verleden. En specifiek naar twee momenten: naar de verbondsluiting op de Sinaï en naar die woestijnreis achter die wollen kolom aan. God laat hen opnieuw kijken naar het verleden. Ik ben met jullie. Hoe kun je daar zo zeker van zijn? Denk terug aan de verbondsluiting. Denk terug aan mijn beloftes. Ik doe wat ik heb beloofd. Dus ik ben met jullie. Denk terug aan vroeger, bij die wolklom. Ik was in jullie midden. Ik ging voor jullie uit. Ik ben niet veranderd. Ik ben gisteren en vandaag dezelfde. Wat ik toen deed, doe ik nu ook in jullie midden. God laat hen anders kijken naar het verleden. Niet om te vergelijken. Vroeger was alles beter. Dat ontmoedigt. Maar om terug te kijken naar wat God heeft gesproken en naar wat God heeft gedaan. Ik ben niet veranderd. Ik ben gisteren en vandaag dezelfde. Wat ik toen kon, kan ik nu ook. En dat bemoedigt. God heeft grote dingen gedaan bij John Wesley. God heeft grote dingen gedaan bij Billy Graham. God heeft grote dingen gedaan in het verleden van Jozua. God heeft grote dingen gedaan in jouw verleden. Denk terug aan wat Hij heeft gesproken, aan wat Hij heeft gedaan. Hij is gisteren en vandaag dezelfde. Hij doet wat Hij belooft. Wat God vroeger kan, kan Hij nu nog steeds. He will do it again. Ook in jouw leven. Voor we verder gaan naar vers 6 uit deze tweede profetie, lees ik als voorbereiding en om te snappen wat God straks zegt in vers 6, lees ik Psalm 68, kom niet op de bier, maar luister goed. God, toen u optrok aan het hoofd van uw volk, toen u voortschreed door de woestijn, beefde de aarde en water stortte uit de hemel. Toen God verscheen de Heerser van de Sinaï, toen God verscheen de God van Israël. De Psalmist David, die kijkt terug op het verleden. Specifiek weer naar de Sinaï, de verbondsluiting, en dat God voor een uittrok in de wol en hij put moed uit het verleden. Boek Richteren, Richteren, hoofdstuk 5. De Bora en Barak. Een overwinningslied. En zij gebruiken precies dezelfde woorden als David in Psalm 68. Heren, de aarde beefde toen u voortschreed vanuit zeer. Toen u optrok vanuit Edom, stortte water uit de hemel en de wolken neer. Voor de heerser van de Sinaï wankelden de bergen. Voor u, Heer, u, de God van Israël. En daarna bezingen ze de overwinning in hun eigen tijd. Lord, you did it again. U deed het in de woestijn. En u deed het opnieuw in onze generatie, in onze tijd. Terug naar Hachi en het volk. Terug naar deze tweede profetie. In vers 5. God laat hen terugkijken naar de Sinaï. Naar de woestijnreis. En daarna spreekt God door Hachi in vers 6. En God gebruikt heel bewust diezelfde woorden uit Psalm 68, uit het overwinningslied van Deborah en Barak. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde precies die woorden, de zee en het land doen beven. I will do it again. Ik doe het opnieuw in jullie tijd. Psalm 68, Deborah en Barak. I will do it again. Ik doe het opnieuw in jullie tijd. Het verleden is niet bedoeld om je mee te vergelijken, om je te ontmoedigen. Het verleden is bedoeld om moed uit te putten. Ik ben gisteren en vandaag dezelfde. En wat ik toen deed, doe ik vandaag ook met jou. Welke dingen heeft God gedaan in jouw leven? Kijk eens achterom. Welke dingen heeft God gedaan in jouw leven? Welke dingen heeft God. Gesproken. I will do it again. Zodra jij zegt: Lord, do it again with me. verschijnt ontmoediging aan de frontlinie van je leven om je te ontmoedigen. Je bent niet genoeg, je hebt niet genoeg, je kunt niet genoeg. En God laat het volk opnieuw kijken naar wie ze zijn, naar wie God is en ook naar wat ze hebben. Versuiven alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij, het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. Het volk is ontmoedigd. Ze vergelijken hun fundamentje met de luister van de tempel van Salomo. Maar Salomo bouwde zijn tempel in de gloriedagen van Israël, in de gouden eeuw. Er was vrede, er was voorspoed. En niet te vergeten: zijn vader David had heel veel tijd geïnvesteerd in het opsparen, in het op voorraad brengen van middelen met een waarde die liep in de miljarden. En daarmee vergelijken ze nu hun fundamentje. En het ontmoedigt. Onze tempel wordt nooit zo mooi als de tempel van Salomo. Waarom niet vergeleken met wat hij had? Zoveel goud, zoveel zilver. Vergeleken daarmee, wij hebben niet genoeg. We hebben niet genoeg. Dus het wordt niks. En het kan niks worden. En God zegt, al het zilver is van mij. Al het goud is van mij. Ik ben toch de Heer van de hemelse legers, Koning van hemel en aarde. Kijk niet naar wat jij hebt. Kijk naar wat ik heb. Laat je niet ontmoedigen door jouw tekort. Laat je bemoedigen door mijn rijkdom. Bij mij is nooit een tekort aan middelen. En als laatste laat God hen opnieuw kijken naar de toekomst. Wat was de toekomstverwachting van Israël? Hoe keken ze vooruit? Ontmoedigd. Het is niks en het wordt ook niks. Dit kan zeker niks meer worden. Waar baseren ze dat op? We zijn met te weinig, we kunnen te weinig, we hebben te weinig. We kunnen net zo goed stoppen. God plaatst daar tegenover een heel andere toekomst. Vers 9. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. Van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister. God zet een hele andere toekomst neer. De luister van deze tempel zal groot zijn, zal groter zijn dan voorheen. En deze profetie gaat ook in vervulling. Slechts vier jaar later is deze tempel al af. En God hoeft maar in zijn vingers te knippen. Hij is de Heer van de Hemelse legers. En Chorus laat hen gaan. Hij hoeft maar in zijn vingers te knippen. En Herodes bouwt veel later deze tempel uit, mooier en groter. En dit groepje hier in de tijd van Haggai, als ze die tempel hadden gezien, die stond in de tijd van Jezus. Daar hadden ze nooit van durven dromen. Deze tempel was groot. Deze tempel heeft langer gestaan dan de tempel van Salomo. Wie had dat ooit durven dromen? In deze tempel zijn meer mensen van buiten gekomen dan naar de tempel van Salomo. Wie had dat ooit durven dromen? Deze tempel ontving de Messias. Wat een luister, wat een eer. De tempel die zij hebben gebouwd. Wie van hen had dit ooit durven dromen? Een deel van de beloftes is in vervulling gegaan en een deel van deze profetie staat zelfs nog open voor de toekomst. Het beste komt nog. Niemand die dit had verwacht. Daar stonden ze dan, loofhuttefeest 25 voor Christus, bij het fundamentje. Met een klein volk. Wie had dit verwacht dat dit zou gaan gebeuren met de tempel die zij gingen bouwen? God laat het volk anders kijken naar de toekomst. Niet vanuit ontmoediging, dit wordt niks. Vanuit bemoediging. De luister van deze tempel wordt groot. En dan heb je het over hoop. Hoop is het wapen tegen ontmoediging. En tenslotte, van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven. Vanuit deze tempel zal ik vrede en voorspoed geven. Ontmoediging denkt vaak andersom. Ik moet eerst vrede en voorspoed hebben en dan ga ik bouwen aan de tempel. Eerst een wel huis en dan bouw ik aan uw huis. Eerst moeten mijn omstandigheden goed zijn. Eerst moet ik genoeg zijn, genoeg hebben, genoeg kunnen. Heere God, dan ben ik beschikbaar. Geloof draait het om. Geloof... Zegt: Ik zoek eerst het koninkrijk. En de rest ontvang ik bovendien. Eerst ga ik bouwen. En dan volgt de zegen. Ik geloof dat God de afgelopen twee zondagen. tot ons als gemeente heel duidelijk gesproken heeft: Zoek eerst mijn koninkrijk. Ben je beschikbaar? Zonder jarmaars. Voor mijn koninkrijk. Wat hebben die twee preken met jou gedaan? Wat heeft het in jou wakker gemaakt? Misschien heb je een klein begin gemaakt van nieuwe stappen, van andere keuzes, van andere prioriteiten, je leven anders in te richten. Zodra het volk van God zich beschikbaar stelt voor de bouw van het koninkrijk, komt ontmoediging. Naar de frontlinie. En zijn doel is dat jij toch maar niet begint. Zijn doel is dat jij opgeeft. Zijn doel is dat je ontmoedigd bent. Je bent niet genoeg, je kunt niet genoeg, je hebt niet genoeg. Dit wordt niks. Geef het nou maar op. Wat hebben de afgelopen twee preken met je gedaan? Misschien heeft de geest bewogen in je hart, heb je gekeken in je hart en heb je gezegd, ja, ik wil het anders. In mijn huwelijk, in mijn tijdsbesteding, in mijn tijd met God, in mijn financiën, in mijn relaties, in mijn bediening. Ik wil het anders. Ontmoediging. Ontmasker deze vijand. Weet dat hij na twee van zulke preken aanwezig is aan de frontlinie. De boodschap van Haggai is: focus niet op wat jij bent, wat jij hebt, wat jij kunt. Focus op wie God is. Hij is de Heer van de Hemelse legers. Focus op wat Hij heeft. Het zilver is van Hem. Het goud is van Hem. En focus op wat Hij kan. De luister. Van de toekomst wordt groter dan voorheen. Het beste komt nog. He will do it again. En als je kijkt naar je huwelijk raak je misschien ontmoedigd. En je strijdt al zo lang. Maar geef niet op. Hou vol en blijf doorbouwen. Misschien kijk je naar je bediening en is je team tijdens het covid-seizoen leeggelopen. En je bent met minder mensen en er moet zoveel gebeuren. Beat of kinderkerk. Geef niet op. Hou vol. Blijf bouwen. En misschien kijk je naar moeizame relaties in je leven met je kinderen, met je ouders. En het is al zo lang lastig. En soms denk je: ik geef het gewoon op. Laat Haghi tot je spreken vanmorgen. Hou vol. Wees sterk. En blijf bouwen. Andere terreinen misschien in jouw leven. Waar ontmoediging op de loer ligt. Waar je ontmoediging binnen hebt voelen komen in je denken misschien al. Hou vol. Hou vol. Blijf bouwen. Geef niet op. Wees sterk en moedig. Hou vol. En dat is ook het lied wat we gaan zingen. Ik wil het muziekteam vast naar voren vragen. Ik heb zelf een keer een dienst meegemaakt. waarin we dit lied met elkaar zongen. Het was hier net nieuw, het was hier super populair. En we zongen dat lied toen. En ik ging zelf door een lastige periode. En wat er tijdens die dienst gebeurde heeft mij enorm bemoedigd. Ik zat toen in een andere gemeente en een zuster, een oudere zuster uit de gemeente, die kwam naar mij toe en die ging gewoon naast mij staan. En die sloeg gewoon een arm om mijn schouder. Ze zei niks, ze bad niet voor mij. En als ik nog terugdenk aan dat moment, ervaar ik het nog steeds hoe dat, hoe, hoe dat mij bemoedigd heeft. En we zijn als gemeente geroepen om elkaar te bemoedigen. Dus ik wil je vragen om te gaan staan. En ik wil je vragen om gewoon eens even om je heen te kijken in de zaal. Ik wil je vragen om allemaal te gaan staan voor zover dat gaat. En kijk gewoon eens even om je heen in de zaal. Is er misschien iemand die je ziet waarvan jij toevallig weet: hé, hey, die gaat door zwaar weer. Die gaat door moeilijke omstandigheden. Die gaat door ziekte. Die gaat door strijd. En ik wil je uitdagen. Ik wil je uitnodigen om in navolging van die zuster die zoveel voor mij betekend heeft in mijn leven. Tijdens het lied, als je dat durft, naar die persoon toe te stappen. En gewoon naast hemelvaart te gaan staan. Achter hemelvaart te gaan staan. En als je dat wil, misschien gewoon de arm op de schouder te leggen of een arm om de schouder. Je hoeft niks te zeggen, je hoeft niet te bidden. Maar gewoon die ander te bemoedigen. En ook voor de mensen die thuis kijken, als je zit met je gezin en je weet, deze persoon in ons midden heeft het moeilijk, sla je arm om diegene heen. En als je kijkt naar de livestream en je bent alleen, weet dat wij ons als gemeente ook met jou verbonden voelen tijdens dit lied. En dat wij ook een arm om jou heen slaan. En Heilige Geest, ik bid dat het merkbaar en tastbaar en voelbaar, dat u aanwezig zult zijn door de bemoediging als gemeente.